Here we have Julia. She was with her family in the basement over there when the jet dropped on their house. So a lot of people are forced to come back to this because basically to their homes, because they have no income to further pay for rent. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne op 24 februari zijn honderden duizenden woningen, ziekenhuizen en scholen getroffen. Dat betekent dat miljoenen mensen getroffen zijn en nu niet weten hoe ze de Oekraïnse winter door moeten komen. Een winter die temperaturen kent tot min 20 graden. Oekraïners zijn veel gewend en houden dapper stand tegen alle ontberingen. Maar de zorgen over hoe ze de winter door moeten komen, die nemen met de dag toe. Daarom vragen we uw hulp. Met het bedrag van 1 maandelijkse energietoeslag kunnen wij in Oekraïne een kachel plaatsen bij een Oekraïns gezin thuis. Een kachel die hen helpt om warm de winter door te komen.